Hier heeft het ook gebrand, zie je? Het is allemaal zwart. Op pad met de Nederlandse Luisa Battista. Haar huis staat midden in het rampgebied. Door een vuurzee moest ze om te vluchten. Angstige momenten. Het was helemaal zwart van de rook, dus ik zag de weg niet. Toen ben ik met de auto in de greppel geraakt. Bijna over de kop geslagen. En toen kreeg ik toch de auto weer recht. En ja, je ziet gewoon het vuur ook over de weg gaan. En alles brandt, en alles vliegt om je oren. En daar moest ik doorheen rijden. Ze is uiteindelijk veilig. Haar huis nog steeds onbereikbaar. En daarom wil ze nu naar het huis van haar moeder. Die is op vakantie, maar Luisa wil weten hoe het ermee is. God, ik heb buikpijn. Buikpijn van de zenuwen. Godlieverd. Terwijl Luisa nog in onzekerheid verkeert over haar huis en dat van haar moeder, wordt hier op deze camping van twee Nederlandse vrouwen alweer gewerkt aan de herstelwerkzaamheden. Nu de waterleiding aan het repareren. Nu, ja, als het goed is kan ik het nu weer aandoen. En dan... Nablussen op de camping van Jolijn en Liedewijn. De stenen gebouwen staan nog, maar verder is er veel verwoest. Daar stond een caravan, daar stond een caravan. Daar lag 2 kuub hout voor de winter. We hadden een nieuwe tomatentuin. Daar hadden we een tuintje. Gasten kunnen ze dit seizoen niet meer ontvangen. Het seizoen is wel weg. Ja, dat is weg. Dat kunnen we doen, hè? Hopen. En hopen moet ook Luisa, die bijna bij haar moeders huis is. Hier rechts, het staat er nog. Jezus. Is het mogelijk? Goed nieuws voor mijn moeder. En dan ziet ze dat het vuur het huis rakelings miste. Maar het is toch raar dat het dan gewoon hier stopt? Hoe het met haar eigen huis is, weet Luisa nog niet.